vandaag op de dag van de verzorging, de internationale dag van de verzorging, wordt dit gebouw officieel geopend. Maar voordat we zover zijn, wil ik graag toch eerst het woord geven aan de wethouder, Ed Schoenhuizen. Dames en heren, nog welkom op deze officiële opening van dit nieuwe multifunctionele zorgcentrum. Een bijzonder woord van welkom aan onze commissaris de koningin, de heer Fransen, die zijn hele agenda opzij gezet heeft en van alles gedaan heeft om hier te zijn. Dames en heren, het is natuurlijk vandaag een feestelijke dag. En dat allemaal op die internationale dag van de zorg. Of, zo wilt, internationale dag van de verpleging. En dat weer is verbonden aan de geboortedag van Florence Nightingale. Het is, dames en heren, misschien wat moeilijk voor te stellen, maar nog niet zo lang geleden stonden op deze plek de beroemde Barense spruitjes. Begin jaren 90 heeft de landelijke overheid besloten dat er aan deze kant van de A29 een Phoenix-locatie van 10.000 woningen diende te verrijzen. Als gemeente heb je op zo'n moment niet veel te kiezen. Maar achteraf kunnen we zeggen dat we er goed aan hebben gedaan om de bouw van die Phoenix-locatie geheel zelf te structureren. In 1997 is de bouw begonnen en inmiddels hebben we samen met onze buurgemeente Almanswaard zo'n 5500 woningen opgeleverd. En moet in 2007 deze hele klus gekwaaid zijn. Op dat moment wonen dan in deze Phoenix-locatie ruim 25.000 mensen. Maar ja, zo'n Phoenix-locatie bestaat natuurlijk niet alleen uit huizen. De voorzieningen en de infrastructuur zijn zo mogelijk nog belangrijker. En op dat gebied bevindt u zich nu op een bijzonder belangrijke plek in de wijk. Het Middelwijkerplein, ja, plein is het nog niet, maar nog een paar maanden en dan is het bestraat als het hart van de Phoenix-locatie. Aan dit plein, dat de komende maanden grotendeels wordt aangelegd en ingericht, staat behalve dit multifunctioneel zorgcentrum ook nog een aantal andere belangrijke voorzieningen. En ik noem maar drie. Het winkelcentrum Canisse Veste, waarvan de eerste winkels gelukkig inmiddels open zijn. De tramplus-lijn naar Rotterdam, die werkelijk in oktober operationeel wordt. En het gebouw Waterpoort, waar onder meer een grote school, ontmoetingsruimte, sporthal en diverse andere ruimtes gelegen zijn. Dames en heren, de klus is geklaard. Het multifunctioneel zorgcentrum is nu volop in bedrijf. Andere gemeenten kan ik de bouw van een multifunctioneel zorgcentrum zeker aanraden, want het belang van de bewoners moet immers altijd prevaleren. Maar met betrekking tot de realisatie van dit multifunctioneel centrum wil ik toch nog een aantal mensen persoonlijk bedanken, maar die aan de wieg gestaan hebben van het hele bouwproces. Ik denk hierbij van de eerste lijn aan de heer Jochem Schief. Ik denk aan Jos Stien. Ik denk zeker aan de bouwer Job Dura. Ik denk zeker aan de directeur van het Icasia ziekenhuis, weer Rob Kiviet. En natuurlijk ook aan Peter van Breugel, de voormalig directeur van de Elfranken. De leden van de Raad van Toezicht hebben ons terzijde gestaan. En ik ben ook veel dank verschuldigd aan mijn collega Zilvis, die bij de bouw enorm veel inzet heeft getoond. Zonder die tomeloze inzet hadden we hier vandaag niet gestaan. Echt waar, bedankt allemaal. De tweede lijn zorg wordt geleverd door de buitenpolie van het Rotterdamse Icasia ziekenhuis en dat betekent dat baanrichters voor eenvoudige polyklinische hulp niet langer op Rotterdam zijn aangewezen. Nu is er in de buitenpolie al een aantal specialisten actief en in de loop van dit jaar wordt dat, naar ik heb begrepen, nog verder uitgebreid. En ten derde baanrichter tot in lengte van dagen gebruik zullen maken van de geweldige zorgvoorziening die in dit gebouw wordt aangeboden. Tegelijkertijd hoop ik dat de opzet van dit zorgcentrum voor anderen als voorbeeld mag dienen. Want ik ben ervan overtuigd dat we hier met z'n allen een fantastische klus hebben geklaard. Ik dank nogmaals iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit centrum. Er is afgelopen maanden nog weer een enorme berg werk verzet, zodat we nu kunnen genieten van een voorziening die zowel letterlijk als figuurlijk met zorg is gebouwd. Dank u wel. Ik ben hier graag met de burgemeester, dames en heren, naartoe gekomen. Niet alleen om een bijzonder moment
in de groei en ontwikkeling van de gemeente Barendrecht mee te mogen maken, maar ook stil te staan bij het bijzondere van het centrum dat vandaag wordt geopend. De gemeente Barendrecht maakt in een relatief korte tijd grote veranderingen door. Dat komt vooral door de ontwikkeling van de Finex-locatie waar we nu zijn. 10 jaar geleden telde de gemeente Barendrecht 21.000 inwoners. Nu is de gemeente 10 jaar later de 37.000 inwoners voorbij. Er komen, dames en heren, de komende jaren ook nieuwe taken op de gemeente af. En met de totstandkoming van dit centrum heeft u wellicht ook laten zien dat u als gemeente op die nieuwe taken bent voorbereid. Maar dat geldt zeker niet voor alle gemeenten. Ik wens aan ieder die er woont en die van dit centrum gebruik maakt, van harte geluk met de nieuwe huisvesting. En ik hoop dat niet alleen u zelf daar de vruchten van zult plukken, maar dat wij er ook nog lang getuigen van zullen mogen zijn. Dank u voor uw aandacht. Ik moet nu, geloof ik, iets gaan prikken. Ja. In plaats van een lintje knippen. Injectienaalden komen er ook niet aan te passen. Het gaat om de hartelijk dank. Dat was even, er zijn zoveel mensen. Kijk, we staan hier aan de dit is de hoofdingang, hè, van, het is een heel bijzonder en wat typisch gebouw. Dit is de hoofdingang naar het centrum toe? Ja, dat komt vanaf het Middelrijkplein hier naartoe en daar hebben we zo naar het gebouw. We horen het langzaam aan het schallen van de muziek. Oké, daar gaat ie. Ja. Jawel. Volgens mij hoor ik deze melodie ook eens met een marathon. Ja, die wil niet erg. Oh, kijk, kijk, kijk. En dit is bij van de koningin weet niet van ophouden. Daar gaan ze, kijk eens aan. Ja, ja, zo is dat. Plaketten, officiële opening, multifunctioneel zorgcentrum Karnisselanden, 12 mei 2004, internationale dag van de zorg. Dat is hem, jawel.